Vanavond gaan wij het Coronoon 747-400 toestel transporteren. Het eerste stuk van de route van over het hele terrein van Schiphol naar het eerste stuk door de Akkerlanden. Bijzonder transport, een van de grootste vliegtuigtransportopdrachten die we als Mammoet ooit gedaan hebben in Nederland. We staan hier 3,5, 4 uur in de ijskou te wachten om de 747 van dichtbij te bekijken. Het is één keer in je leven dat dit gebeurt. Achter ons is brug 6 waar we nu overheen gaan. Ja, zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde staan een gebouw. De ene kant de huis, de andere kant de loods. We zijn eigenlijk letterlijk bij mensen in de achtertuin aan het rijden met het vliegtuig. Ik woon hier nu 70 jaar en ik krijg nu voor het eerst een vliegtuig door mijn tuin heen. Heel bijzonder. Naast de A9, de eerste rijstroken zijn al afgezet, stukken vangrail en lantaarnpalen zijn al verwijderd. Straks gaat de snelweg aan de noordzijde helemaal dicht en dan kunnen we aan de oversteek beginnen. Vandaag doen we het laatste deel van het transport. Daarbij steken we de Schipholweg over en zetten we in de tuin van Coronon Village Hotel. Het laatste stukje is best spannend. Heel krappe ruimte. Krapper eigenlijk dan het vliegtuig. Dus je moet flink wat sturen om hem op zijn plek te kunnen krijgen. Jan, je zou eigenlijk mee moeten sturen zo. Alle ruimte mis, alle ruimte hier ook. Deze Boeing heeft de laatste reis voltooid. Hij staat nu op zijn plaats, dus bestemming bereikt.